Hoe is het in Elspeet in de coronatijd? Ja, naar omstandigheden gaat het redelijk goed. Mm-hmm. Kijk, ja, je hebt natuurlijk vorig jaar toen het allemaal begon, was iedereen in paniek. En zag je ook wel echt wel paniek bij winkeliers, vooral horeca natuurlijk. Maar wat je ziet in Elspeet, de zelfredzaamheid waar Elspeet een beetje onbekend staat, dat merk je ook wel in de afgelopen tijd. Uh-huh. Het is met name de horeca, de sectoren waar het echt om gaat, dat is de horeca, die het heel lastig hebben. Maar de overige sectoren dan in Elspeet, dat loopt eigenlijk best aardig door. Er zijn veel kleinere ondernemers die veel in de bouw en de techniek zitten. Uh-huh. Dat is ook de sector die redelijk doorloopt. Ja. En als onderaannemers zie je gewoon dat ook heel goed doorloopt. Dus, geen klagen. Nee. Geen klagen. Maar goed, Elspeet staat ook wel een beetje onbekend dat ze niet heel snel klagen. Dus gewoon doorgaan. Maar kan het dan ook zijn dat omdat je kunt ook niet snel klagen terwijl het eigenlijk niet goed gaat, dat er toch misschien wat achter de voordeur nog wat, of achter de winkeldeur nog wat leed verborgen zit? Zeker. Absoluut. En dat hebben wij ook wel gezien. We hebben ook wel rondes gebeld. Okay. En dan met name de sectoren die hard geraakt zijn. En dan speelt daar best meer achter de deur dan dat er naar buiten komt. Dat is zeker waar. En daar hebben wij als ondernemersvereniging ook wel geprobeerd daar in heel kleine mate iets mee te doen. Heel simpel door bijvoorbeeld contributie even op nul te zetten voor die mensen. Of in zijn algemeenheid hebben we hem gehalveerd. Ja. Want we hebben ook weinig kosten. Dus ze zeiden ook van, laten we dat dan ook maar direct weer teruggeven op die manier. En dat is heel mooi. En dat hele sociale karakter, dat zit ook wel een beetje in Elspeet. Dus dat ben ik ook wel eigenlijk best een beetje trots mooi. Op binnen Elspeet. Daar mag je ook trots op zijn, toch? Ja, zeker. Absoluut.